Welkom in de keuken van Rampjari Hulas. Vandaag hebben wij de keuken overgenomen van onze ouders. We gaan exikuku maken. Yay! Wat hebben we nodig? 4 eieren. 50 ml water heb je nodig. Boter voor de bakvorm in te smeren. Een ronde cakevorm. Onze moeder heeft de exikuku-beslag al klaargemaakt voor ons. En een mixer. Ja, dus laten we maar beginnen. Ja. Ja. Oké, wat we doen is... Dia, ja. Durf jij dit? Nee, ik ga het kapot maken. Mag ik het wel doen? Jij mag het zo doen, ja? Dus je maakt de ei kapot. Soepeltjes. Ja, Ranu, jij mag de tweede doen. En Dia, jij moet gewoon proberen, ja? Lukt je wel. Oké. Dus nu stoppen we 4 eieren in de mix. Ja, ik ben niet zo'n deskundige in de keuken en mijn vader wel. Lukt het? Ja! Goed zo, Dia. Oké. Jij doet de derde ei. Zo gewoon, toch tikken? Ja. Wacht, nog een keer. Wacht, zie je al een gaatje? Ja. Oké, wacht. Kijk, je moet het altijd zo openmaken, zie je? Zo. Oh. Oké, doe maar. Ja. Moet gewoon. Ja. Goed zo. Hey. Oh my god. Check. Wil je de vierde ei doen of wil Ranu dat doen? Ik dat doe. Wil je die? Nee, doe je. Doe die dit maar. Oké. Ik ga mijn handen even wassen. Ja. Ja. En dan gaan we het even mixen. Met de mixer. De ei zit al in de kom. Oh ja, je moet de oven voorverwarmen op 170 graden. En dat hebben wij al gedaan. Ja. Nu gaan we mixen. We switchen even van kant. Even kijken waar ik de camera neerleg. Zal ik het hier neerleggen? Ja, zet het maar neer. We doen het in de wasbak / grootsteen, omdat het dan niet gaat spetteren. Ja, normaal ben ik de cameravrouw, maar nu moet ik zelf aan de bak filmen, ja. Oké. Nu mooi glad gemixt en wij voegen er vanillesuiker aan toe, want wij houden van extra zoet. Ja. En dan ga ik even verder mixen. Het ruikt lekker. Jongens. Heb je lekker zoeken?
Nee, dat klopt. En het beslag is immer wit. Rano gaat nu de cakevorm invetten en Rano gaat het laten zien hoe ze het gaat doen. Ik ga jullie een nieuwe ding leren. Je pakt dus de blok, het blok boter. En dan ga je het dus zo insmeren. Insmeren eigenlijk. Als het ware. Ga je eromheen. En dan zorg je dat het boter overal naartoe gaat. In ook alle zijkantjes. Ja, precies. Nu ben je zo klaar. Nu is hij klaar. Nog extra. Zo. Ja, nu is het wel goed. Kijk, en nu ziet het er zo uit. Heel goed ingesmeerd. Nu gaat het beslag in de cakevorm. Zo. Kan je me helpen? Wacht. Ja. We hebben er trouwens net ook water in gedaan. Alleen dat waren we vergeten, vergeten te filmen. Het is heel mooi glad. Ja. Yeah. Het beslag zit al in de cakevorm en het gaat nou de oven in. Even kijken, want het is heet. Het zit al onderaan. Hoe lang moeten we wachten tot het klaar is? En nu moet het 40 minuten lang in de oven. Tot zo! Dames en heren, goedemiddag. Kijk, lekker weer. Watermeloen weer. Mooi warm, man. Pak het hier. Ja. Koud. Lekker zoet? Ja. De zonnetje schijnt lekker. Pak een stuk. Rano, kom je ook watermeloen eten? Ja. Man, eet jij ook? We zijn al vroeg, hè, Rano. Oeh, uitkijken, pa. Wat was dat? Stoel. Jongens, ik heb iets gezien net. Hier waren twee duiven. En wat doet die vrouw? Die nest is gevallen. Die vrouw heeft een andere man gepakt. Weggegaan op een andere boom. Hier in oh, echt? Duiven, ja. Dus de natuur is zo moeilijk. Nest kapot, andere man pakken. Ik zat precies hier. Heb ik dat ding gekeken van die duif? Dus die zijn erger dan wij. Toch? Als u een baby gaat krijgen, mag ik u toch niet laten? Die kooi is gevallen, of die nest is gevallen naar beneden. Mevrouwtje vliegt weg, die man achteraan. Anderhalf uur zijn ze niet meer gekomen. En wat gebeurt? Die andere duif van een andere boom heeft alle stokjes gepakt.
echt. Dat heb ik net meegemaakt hier. Zie je, als je buiten zit, zie je veel. Kijk, daar is een andere duif. Wil je hem daar even op je boom? Kijk, kijk. Waar is die duif? In die boom. Ja. Oh, ik zie het niet. Hij is weg. Die komt dadelijk weer die hout halen hier. Van die ene. Hondje, kijk, het loopt hoe het loopt. Ja, net hoor. Maar moet je nagaan. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, zie jij iets hier? Bolle, ja, die vrouwtje is weg. Kijk, kijk, daar is die andere. Ga even buiten, daar wil hem niet uit. Je mag een film op aan hier. Niet te dichtbij gaan. Nou, kom. Eten. Ik pak een vork. Eet die, kom je klaar. De exiekoekoe is nu klaar en ik ga even kijken of die gaar is. Dat doe je met een tandenstoker. Ja. En als die vochtig ja, is, hij is gaar. Oké. Dan moeten we hem eruit halen. Ja, ik haal hem eruit. Oké, even aan de kant, Julia. Hij ziet er zo wit uit. Maar hij is wel gaar. Wat is er waar? Maar goed. Misschien hoort het zo, toch? Ik heb gezien dat het... Oh, sommigen zetten misschien kleurstof of iets. Ik weet niet. Dat kan. Misschien moet ik mama roepen. Dan kan ze zien of het gaar is, want ik heb er geen verstand van. Oké, nou gaat er spikkels op. Ja. En die doe ik er wel. Spikkels. Wil jij dat doen? Ja. Ja, wil jij dat ook doen? Nee, doe maar. Oh shit. Ook aan die kant. Je hoeft niet te veel, juist genoeg. Het laatste sprinkle zit erop. Nu moet je even afwachten volgens mij. Ja, nou moet hij even afkoelen. En dit is de exiekoekoe, jongens. Wacht, ik doe de camera even naar beneden. Hey, dat is echt moeilijk, man, zo te filmen. Ja. Ja, dit is de exiekoekoe. En nu even afwachten. En dan kunnen we het zo opeten. Staat de camera scheef? Ik weet het niet. Oh, echt irritant dit. Ik ben echt benieuwd hoe het smaakt. Niet doen. Maar waarom is het zo wit? Geen idee. Hoort toch bruin te zijn? Ik heb gezien. Maar ik zie bruin. Ik zie best wel bruin. Dit is de eerste keer dat ik exiekoekoe heb gemaakt. Nee, maar die anderen doen... Zeg maar heel veel sprinkels erop. Misschien doen we het aan de bovenkant. Ik heb gezien dat het er bruin uit moet zien. Nee, wacht, dat kan niet. Nee, maar ik vind dat die goed is. Ik zal mama even roepen. En dan kijk ze even of het goed gelukt is, ja of nee. Of het wit eruit hoort te zien. Want ik ben een beetje bang. Tot zo. We gaan nu de exiekoekoe proeven. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Lekker, hè? Mm-hmm. Heel lekker. Hij hoort zo te zijn. Andere mensen gebruiken kleurstof. Heel lekker. Ja. We gaan de vlog afsluiten. Ja. Leuk dat jullie gekeken hebben. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.